Ik was zo'n jongetje, ik zat op de MAVO en ik zat altijd met Joppe en Karel, mijn beste vrienden, zat ik altijd achter in de klas. En wij wekten altijd de indruk alsof we per ambulance gebracht waren, weet je wel, zo. En we hadden een leraar en dat was meneer de Klerk. En meneer de Klerk die had maar één oog. En dat vonden wij leuker dan meneer de Klerk, laat ik het zo zeggen. Dus meneer de Klerk was zeg maar een vuurwerkliefhebber, laat het zo samenvatten. En vind ik zelf trouwens heel grappig. Maar goed, het. En op een maandagochtend, ik stak mijn vinger op en meneer de Klerk zei: ja, Joep, wat is er? Ik zei: meneer de Klerk, kan ik u straks even onder drie ogen spreken? Niet mijn beste grap natuurlijk, maar er moet wel bij, ik was 15 of 16. En. Maar toen die klas begon te lachen, toen dacht ik: dit moet ik gaan doen. Dit moet mijn werk worden. En een paar dagen later had ik ontzettend geluk. Ik had namelijk ontzettend aardige ouders. En mijn ouders namen mij mee naar deze zaal. Mijn ouders namen mij mee, ik zat daar op rij 12, naar Toon Hermans. En ik weet nog dat ik daar zat. En Toon Hermans kwam oplopen met een grote tros ballonnen. En Toon Hermans toverde dit carré om tot een kroegje. En iedereen had het zo godvergeten naar zijn zin. En ik zat daar en ik dacht: ja, dat ga ik doen. Ik word cabaretier. En ik kwam s'avonds het café in. En Job en Karel die stonden daar. Ik zei: ik weet wat ik ga doen. Zei: ga je doen dan? Ik zei: ik word cabaretier. Nou, succes. Nou, klaar. En toen dacht ik: dan moet ik het ook even aan mijn vader gaan vertellen. Dus ik ging naar mijn vader toe en ik zei: papa, ik denk dat ik weet wat ik ga doen later. Zei: wat ga je doen dan? Ik zei: ik word cabaretier. En toen keek mijn vader me aan en zei: nou, dat is een goed idee. Want er moet gelachen worden. Ga dat maar proberen. En nu hoor ik aan dit doodstille carré dat u met z'n allen tegelijk denkt: rare vader. Een beetje normale vader die zou zeggen: oké, maar je maakt eerst je school af. Dan ga je een studie doen en daarna zien we wel of je dat nog wil. En er zitten hier nu ook een paar die denken: godverdomme, die klootzak is bij ons thuis geweest. Maar goed, dat maakt niet uit. Mijn vader zei: ga het proberen. En mijn vader zei er nog wel iets bij. Hij zei: één ding, je moet zorgen dat je niet zo'n allemans cabaretier wordt. Hij zei: wat bedoel je ermee? Zei hij: nou, je moet zorgen dat je zaal vol zit, want je moet ervan leven. Maar je moet er ook voor zorgen dat een groot deel van Nederland een onbetaalbare tyfushekel aan je heeft. En toen zei ik: hoe bedoel je dat, papa? Zei hij: nou, heel simpel. Het grootste deel van Nederland bestaat uit eikels. En je moet niet willen dat de eikels je leuk vinden. Want als de eikels je leuk vinden, dan komen ze ook naar je zaal. Ik zeg niks, hè. Ik zeg niks.